Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Wij zijn net wakker. En wij gaan nu even lekker ontbijten. Ontbijt is met 10 uur. Het is nu 9:45. Wij zijn altijd zo slecht met ontbijten op vakantie. Maar we willen graag even ontbijt halen. Dus we gaan naar het buffet. Het is vandaag weer heel warm. En ze heeft zijn hoedje op en zijn neppe Cartier-bril. Trouwens, Nessie vindt die bril zo mooi, dat hij gewoon een Cartier-bril wil halen, zegt hij. Ja, ik vind het echt leuk dan. Ja. Told you. Ja, wij vinden het. Bij het strand krijg je dan zo'n check. We zijn hartstikke gezond. We gaan lekker eten halen. Het glas tussen en dan gaan ze dus zelf voor je opscheppen. Je moet dus eigenlijk in een taxi verplicht een mondkapje op. Kijk, Nessie daar. Mooi hoor. Ik heb het nog niet eens betaald in mijn vlog. Maar wij gaan dus even naar het ziekenhuis toe, toch? Het ziekenhuis, ja. Toch? Ja. En Nessie, we krijgen dus een corona-onderzoek of test. Voordat hij geopereerd wordt. En dat moet dus vandaag gebeuren. Nou jongens, dit is stap 1. Een bloedonderzoek. Hey Ness, gaat het goed? Jongens, wij zitten te wachten op Nessie. Ik heb mijn haar vandaag niet eens gekamd. Het is echt als zwep als ja, Nessie heeft dus nu een afspraak. We gaan een foto maken van zijn longen volgens mij. Ja, scan. Ja. Kijken of alles goed is. En daarna gaat hij de coronatest doen. De officiële test, echt. Zeg nog eens. Wat hebben we gedaan? We hebben foto's gemaakt van mijn longen. En hoe ging het? Foto's maken, was een goede fotoshoot. Moest je naakt? Alleen bovenkant. Oh. Zing die. Die test is echt kut. Hij gaat eerst in je keel met zo'n stokje gaat hij lopen zoeken, zeg maar zo in je keel. Daarna gaat hij in elke neus, gaat ook met zo'n ding helemaal achter, gaat daar ook lopen zoeken. Het is echt een kut gevoel, man. Wij hebben lekker zo'n Turks broodje gekocht. Hoe heet het ook alweer? Tantuni. Tantuni heet dit. Is het lekker? Echt heel lekker dit. Ik vond het zo lekker even voor de tweede bestel. Zo, ik heb me omgekleed. Mensen die gaan nog wel. Ik wou nog eens even op kamer blijven. Ik heb even lopen editen en ik vlog ze nu aan het uploaden. Dus ik ga nu lekker zwemmen en ben niet eens op mij aan het wachten. Ik heb trouwens mijn nieuwe bikini aan en hij zit echt zo erg mooi. Ik ben er echt heel erg happy mee. Normaal gesproken zou ik wel voor jullie filmen. Maar ik wil mezelf niet meer filmen in bikini en badpak. Ik wil ook geen foto's meer maken. Ik heb ook al mijn foto's in badpak en bikini verwijderd. Omdat ik me daar gewoon niet meer zo goed bij voel. En het past gewoon niet echt bij me om daar foto's of video's van te maken. Dus ik heb het even van tevoren voor jullie gefilmd. Hoe het bikini eruit ziet. Dan hebben jullie een beetje een idee. Moet ik even inzoeken. Waar is ze? Zo, ik zit inmiddels in de hotelkamer. Ik ben even aan het klaarmaken. Ik ben mijn make-up even hier aan het doen. Ik heb even mijn haar gedaan. Mijn haar is echt zo zacht. Ik gebruik dus tegenwoordig producten van Inecto. En echt zo zacht. Lijst, je hebt het ook gebruikt, hè? Wat? Die producten van Inecto. Zo, mijn haar is niet helemaal zacht, man. Ja, is echt zo... Lijkt alsof ik in zo'n Bollywood film zit. Geweldig. Maar het ruikt ook echt heel erg naar kokosnoot. Dus je ruikt nu echt helemaal... Ik ruik nu helemaal naar kokosnoot. Maar goed, ik ben me even aan het klaarmaken. En daarna gaat Nessie, of Emine, gaat dan even foto's van me maken. En dan gaan we eigenlijk lekker avond eten. Dat is een beetje de planning. Dus ik ben me een beetje mooi aan het maken, normaal gesproken. Tenminste, ik had vandaag helemaal geen zin. Ik had vandaag helemaal geen zin in make-up. Maar ik wil een fotootje, dus dan wil ik er ook wel leuk uitzien. Even nog mascara op en dan ben ik ready. Ik denk dat ik vandaag voor de lipgloss ga. Zeg maar, doe je tegen mijn neus. Morgen, oh ja, morgen is de dag. We hebben natuurlijk een coronatest vandaag gehad. Hij heeft een bloedonderzoek gehad. Geen goed, bitches. Hij heeft een... dat weten ze trouwens al, hè? Zo'n radio, hoe heet dat? Zo'n röntgenfoto heb je gemaakt? Van mijn longen.
En hij heeft daarna nog echt de coronatest gedaan. En ja, het was gewoon allemaal goed. Dus morgen gaat hij geopereerd worden. Voor iedereen die coronatest ooit moet doen, is het kutste wat er is. Ja, hè? Dan gaan ze zo kut. Je... Zo'n stok ja, gaat in je fucking neus, in je hersenen bijna, man. Ja, dat is echt kut. Ik was aan het kokhalzen daar, hè. Zo, lipgloss van de dag. Ik ga deze kleur opdoen van Fenty. En deze heet... Diamond Milk. Ik vind deze echt zo mooi. Zo, deze licht is wel echt heel erg geel. Kijk, zo ziet het van de andere kant. Yes, ik ben helemaal ready mijn haar. Kijk één keer hoe perfect mijn haar zit. Echt, ik heb die Electro Serum en haarolie gebruikt. Oh my god. En Nessie was lekker aan PlayStation. Hij heeft gewoon zijn PlayStation meegenomen. Yes. Nou, laat eens look. Ik ga jullie even mijn jurkje laten zien. Dit is echt letterlijk mijn lievelingsjurk. Ik vind het echt zo mooi. Kijk hoe mooi je zit. Het is wel een beetje laag hier. Maar voor vakantie vind ik het echt gewoon perfect. Zo, oh, ik ben buiten. Wij gaan hier even foto's maken. Ik ben hier met Eminem. Zij gaat even foto's van me maken. Nes is lekker aan de PlayStation er nog. Dus blijf even boven en dan komen we met rond etenstijd. 8 uur hebben we afgesproken. Gaan we lekker even à la carte eten hier. Nou, zoals je kan zien heb ik... heel veel gegeven. Jongens, we zijn in de buurt aan het lopen. En ik ben mijn badslippers vergeten. Voor bij het zwembad en zo. Dus ik ga gewoon even zo van die Adidas slippers hier halen. Van die neppen. Voor een paar euro. Wij gaan gewoon hierop rijden. Oh my god. Yeah. Nou, ik heb mijn haar gewoon even opgestoken. Veel fijner, denk ik. En meneer, zo zien jullie wel dat ze een sigaret opsteekt. Sigaret. Dat was zo. Dat is zo grappig. Hoe heet dat? Zo'n chopper. Ja, en wij gaan af. Kunnen wij wel met z'n tweeën hier achter komen? Ga zitten. Lekker zo. Kom eens. Ja, lukt wel. Kom. Ja, lukt wel. En? Ik denk dat we niet meer vooruit komen hoor, met 3 minuten. Gaat goed, Nes? Ja, gaat hartstikke goed. We moeten toch drinken halen? Nee. De kar. Gezellig hoor. Nessie neemt echt de engste route ever. Gewoon doodverlaten hier. Mijn god. Eeuw, ik hoor ook echt allemaal beesten. We hebben dus even op de scooter gereden met z'n drieën. En dat was echt zo grappig, hè, Ness? Hallo, ik ben aan het poppen. Heb ik van jou. Oh, ik schrok me dood. Het was echt zo grappig. We hebben echt heel veel lol gehad. We hebben even een uurtje erop gezeten. Nu ga ik me even omkleden. Ik ga even een heel fijn broekje aandoen en een topje. En dan gaan wij dus gewoon beneden even zitten. Want we hebben dus gewoon bij zo'n spelwinkel wel eens gekocht. En kaarten en zo. En dan gaan we vanavond even spelen. Onder dan gaan we lekker theetjes bestellen. En dan gaan we spelen. En zo wordt echt zo'n Turkish night. Gewoon even lekker een blouseje aangedaan. En daaronder. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zo'n korte broekje. Super fijn. En ik ga lekker naar beneden met Nesje. Oh ja, ik heb trouwens mijn nieuwe badslippers aan. Van Adidas. En ze zijn echt zo fijn. Echt niet normaal. Heerlijk. Echt eigenlijk ook zo fijn als deze Nes. Want je hebt die echt eigenlijk. Ja, ze zijn ook fijn. Ze zijn ook echt zo heel fijn. Ja. Ik denk niet dat er heel veel soort tussen die echt hebben. Ik vind ze echt chill. Nou, zijn we dan hoor. Nice in Antalya. Oh, yes, heb je lekker chicken dik? Chicken dik? Lekker dik. lekker drinken en snackjes. En wij gaan nu spelen. Enjoying life. Echt gezellig. Morgen. Wil je de spelletjes laten zien? Nes is al een beetje gespannen voor morgen. Oh, gespannen. Wat? Ja, laat spelletjes zien. We hebben Yes, please. Ja. We hebben... kaart. En we hebben... Uno. Dat is ook leuk. Ook leuk. Maar we gaan beginnen met Jongens, we zijn overgestapt op Uno. Ja? Man. Stop. Ik zag die plus. Ik heb de minste kaarten, zien jullie dat? Jij mag niet meer, jij moet gooien. Shit. Wacht even. Deze? Ja. 2.
Afgelopen de avond slash nacht, we hebben lekker spelletjes gespeeld. We zijn nu een beetje kapot. We hebben gisteren niet zo veel geslapen, omdat we echt heel vroeg weer op moesten voor een ziekenhuisbezoek. Dus wij gaan vandaag vroeg naar bed, want morgen is een heel belangrijke en spannende dag voor Nessie. Die wordt morgen geopereerd, dus wij gaan lekker vroeg naar bed om gewoon lekker fit wakker te worden. En dan gelijk in de ochtend richting het ziekenhuis. Ik zie jullie heel graag morgen weer. Doeg!